zijn weer thuis. Ja, en nou, het was chaos, het was een drukte in de stad, er was amper om door te komen. Hier en daar was het leuk, hier en daar vond ik het minder leuk. Het was de dag van de muziek, of tenminste, dat is het vandaag. Ik heb wat gekregen, ja, ik maak geen reclame, want ik krijg het toch niet voor betaald. Een kortingsbon van de pizzeria, van New York, Pizza Den Helder. Vrolijk het museum, en dat hebben we niet afgesproken. Dus, nou, op de markt stonden er een paar te zingen. Daar heb ik het visitekaartje van gekregen, maar ik mag geen reclame maken, dus daarom doe ik het ook zo. Nou ja, ik heb geurtjes gehaald. Ik ging voorlopig een aantal maanden heen. Want ik had niks meer. Dus ja, dat moet je wel even wat halen. Toch? Ja. Ik ga nou lekker een bakje koffie maken. En even niks. Even rust. Time out. En voor de rest zal ik zeggen. Nog een. Hoe laat leven we eigenlijk? Weet ik niet eens. 16:27, oh, het is nog middag. Nou, dan zeg ik nog een fijne namiddag en voor straks lekker en smakelijk eten. Ja, 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 ja. En een hele fijne avond gewenst. En voor later nog wel trusten met mooie dromen. Gezond weer op. En tot aan de andere kant van de nacht. Ja, want ik ga niet meer filmen. Ik ben moe. Ik ben zat. Ik wil vanavond rustig aan kunnen doen. Want morgen wordt het een lange dag. Morgen komen Karen en Roderick mij ophalen om naar Friesland toe te gaan. Naar mijn broer daar, die zijn verjaardag van morgen viert. Dus ja, dan loop ik nog weer terug. Dus het wordt een super lange dag. Zowel voor Karen en Roderick, zowel voor mij. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles met wat jullie doorgaan. Hele mooie, liefdevolle en een gezegende zondag toegewenst. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, ik heb gewoon mijn camera nou op het slottafeltje staan. Want ik heb een nieuwe tripod eronder. En het andere houdertje waar de lamp ook nog bij op kan. Dat ik ben helemaal in mijn nopjes. Ja, de buffer die kwam me net brengen. Want ik ben er helemaal blij mee. Ik heb met mijn mobiel er even wat foto's van gemaakt voor naar Karin toe te sturen. Dat ja, is super, super blij. Dat wou ik jullie nog even wel mededelen. Dat het eindelijk binnen is in mijn bezit. Het is nou enkel nog de wacht op de lamp. En als ik die erbij heb, dan zal ik het hele mikmakkie eventjes ook op film zetten. Dat ik dus weer een nieuw spul erbij heb. Ja, nu blijft het bij een mededeling. En voor de rest zien jullie het als de lamp er ook is. Dat nogmaals een hele fijne avond. Vanmorgen gezond weer op. En uiteraard een hele, hele fijne zondag. Geniet ervan. En God zegen. Ik zou zeggen, tot later.